Kan leuk zijn. Oh, leuk. Ik zie gewoon rechtsbovenin dat ik het opnemen ben. Hey, hey. Ja, mijn character ziet er niet uit. Leuk. Wat mijn fucking ding ziet geknikkerd. Dat vind ik nog steeds bullshit. Maar wat wou je zeggen? Jezus. Handig. Tony. Oh ja, gay Tony. Goh, wat een verrassing. Rockstar at its finest. Blijkbaar zijn er ook weer eens nieuwe wapens of zo. Ja, ik kreeg ook een berichtje van er zijn nieuwe wapens bij dingen te koop. Ah. Ik heb Toon is van het t-shirt. Waarom is mijn controle zo godverdomme gevoelig in één keer? Oh. Er werd tegen mij gezegd, er zijn nieuwe wapens binnen. Nou, ik merkte geen ene drol van. Een verrassing. Oh, ik zit vol. Vind het prima. Oh, juist ja. Daar is komt boven in de nachtclub terecht, niet beneden. What the fuck ben jij? Ja, ik ben... Houd je kop, Tony. Ja, dat kan ook. Heerlijk. Wie vliegt? Jee, kan ik mijn raketjes kutten. Nee! Hoere kut character. Nou, ja, zolang het die manier was, is prima. Yeah.
Ik verveel me. Ah, ja, dat is duidelijk, I know. Volgens mij is de eerste nog geraakt. Zo. Er is een fucking party. Hey, hij kans op. To collect the music moet voor jou wachten tot je het pakt. Ja, dit is natuurlijk ongeluk. Pak wel de boshaar. Mijn eigen pijlen te pakken. Vraag is hoe lang dat hij onder de kogelgaten zit. Volgens mij ben ik er helemaal niet nodig. Volgens mij hier helemaal geen gezeik. Vind ik knap. Leer mij GTA kennen. Kan net goed mee kunnen rijden. The fuck moet je ermee? Het is geen Mad Max. Ah, goed zo, mees. Dat ding is breder dan die lijkt, hè? Ja, als de Rockstar ligt, dan is alles 10 keer zo breed. Ja, ik vlieg daarheen en ik zie je al. Het is te merken dat hij bij mijn warehouse zit, ja. Maar je moet een stuk ongeluk parkeren. We hadden net goed een cargo bob kunnen pakken. Cargo bitch. Wat heeft nou wel nut met dat ding? Verklaar mij die. Ik mag ook echt niet naar binnen zonder dat jij er bent. Klak! Oeps. Dat meen je niet. Zonde. Het is dadelijk een standaard rampenbeus.
Dat sowieso. Ik vind het knap dat dat busje nog redt met drie lekke banden. Hoe de fuck heeft hij die botsing overleefd? Ja, ik denk dat ik het wit gemaakt. Kom je nog met die pedo-bus waaien of hoe zit het? Ah, ik kom erin aan kakken. Ik stond de verkeerde kant op te kijken dus. Oh, we hebben die auto verneukt, hé. Dat ziet er niet uit, die kleur. Ik weet maar god niet waar de fuck ik ben. Kom je nou mee? Ja! Die gewoon gelijk zeggen, hè? Oh, daar. Oh, een lift. Het ziet heel ziekelijk uit. En het is nog compleet standaard. Oh. Huh? Och jee. Jij moet per se rijden. Ik mag niet eens rijden. Alles lukt naar, hè? Ik mag er niet eens in. Hoe vind je die? Nou, de hele auto is een kloot schieten. Ja, weet je wat? Ik heb geen zin meer in dit ding. Zend porno. Porno folder. Oh, eentje is op de pier. Oh ja, jij komt me net. Komt eraan kakken. Hallo! Er staat alleen help. Gelijk de nightclub staff. Ik ben benieuwd of ze bij mij in zo'n stap. Ik betwijfel het, maar het valt te proberen. Ik heb eerder het gevoel dat ze bovenop de pier staat. Ah, kut. Oh jee, ik heb geld gekregen. Whoop-dee-doo. Zo, dat is oud. Dat is tijd geleden. Zeg dat pijltje boven de kop.
Nee, kut, staat alleen bij jou in. Hoer! Maar ik ben eens benieuwd of de staf gewoon random is of gewoon. Ja, gewoon. Waar de fuck ga jij heen? Oh, moet je nog eens een kneus? Jezus. Traag, kutbak. Volgens mij is dat de gepanzerde versie nog, of niet? Of dat weer net niet? Ja, maar zo leek hij er wel op. Oh, kut. Zo, nu weet ik, heb mijn geluid toch uitstaan. Dit kan je makkelijker, juppie. Oh, dat is een gozer. Zal ik hem eens voor zijn vlek rijden? Doe je deur. Ja, het ding is dik aangepast. Heeft geblindeerde ramen en alles. Oh, rijd daar door met een stuk ongeluk van je. Nou, ik moet zeggen, zijn tono heeft er moeite mee. Ja, kijk, nou gaat hij pas. Wou je me nou serieus rammen? Oh ja, is goed, jongen. Pff, die ging per ongeluk. Serieus, hebben ze me ondertekend? Al mijn instellingen hebben ze verneukt met die update. Want ik had hem altijd op Windows staan. En dan stond hij een keer op fullscreen. Wacht, is dat niet die rotte kneus van TV? Nou, ik kan het zeggen, die met Trevor ook even dikke liggen adre. Ondertiteling staat blijkbaar ook uit. Knap. Oh, echt. Je wordt altijd opgeschit met die randebielen. Gay Tony is de enige normale. En dat zegt Bob met zijn naam.
Waarom zit Lars zo in godzakken tussen? Joh, ja, want ik vind het raar. Het hoort eigenlijk. Ah, juist ja. Kan ik bij jou erin stappen of dat nog steeds niet? Holy shit. Nee, ik mag niet instappen. Fucking bullshit. Waarom heeft dit dan nut? De front en rear right passenger seats for the vehicle have reserved for David. Mies, kom terug. Heftig. Kan links instappen. Want voorin en rechts achterin mag ik niet instappen. Alleen links achterin. Wat ik vaag vind. I don't fucking know. Ja. Waarom had je dan niet gewoon die fucking dikke limo hummer niet gewoon meegenomen? Kijk meer mannen kwijt. Ja, I know. Maar ik heb zoiets van, je hebt nieuwe voertuigen. Laat ze dan zien, ook met deze domme kutmissies. Oh, deze heerlijke afslag. Het is hier altijd heel onduidelijk aangegeven. Juist, ja, Michel. Het is dat ik het niet mag overnemen, maar Christus. Ja, met dit. Ik verwacht ook niks anders van een blik met wielen. Wat een. Seriously? Oké, dat is anders. Die gaat crashen als ik de trailer moet geloven. Ja, Mies, dit wordt gas geven. I know. Maar dit duurt zo fucking lang. Ga in die stoel zitten en ga die knuppel gebruiken, lul. Ah, het is dat ik niet mag rijden. Ja, ik heb gewoon de camera op die chat gefocust. Ik hoef toch niks te doen. Zit toch achterin. Jezus, Mies. Ja, maar ik zie niks op de kaart. Dat is het rare. Zo. Als jij ooit een keer je rijbewijs haalt, ik ga nooit bij jou in de auto stappen. Dat mag ik zeer zeker hopen, want anders weet ik niet hoe jij je rijbewijs hebt gehaald. Zeker. Ja, ik wou zeggen, ik kocht met een pakje boter of alles van de Turkije had. Ik kan ook niet rijden. Daar moet je kiezen om 45 kutkilometer baardje aan schaffen. Ja, idioot wil toch voor scooter. Ja, scooter kan je altijd opvoeren, maar
Ik weet hoe dat gaat, maar Michael voerde de dingen op en zijn geluk kennen. De volgende dag is hij hem kwijt aan de politie. Met de rollenbank. Ja, Jan Loon moet eerst eens leren sparen. Ja, als Paas en Pinkster bijna vallen. Want pigs can fly. Het is GTA-logica, het is missie-logica. Als wij dat doen, zijn we zo dood. Eigenlijk heb ik de neiging om gewoon een domme vraag te stellen met zijn naam. Want, heb jij wel eens Indiana Jones gekregen? Dan denk ik dat jij weet wat ik bedoel. Met zijn achternaam. Maar dat heeft in ieder geval met geschiedenis te maken, in principe. Dat kan ook. Het heeft met een mijn te maken. King Solomon's Mind. Want omdat hij ook Solomon heet, had ik zoiets van bij een afstammeling van King Solomon. Of hoe zit het? Vandaar dat je zo slecht bent. Nou, wat je miracle worker noemt. Zo, het staat hier aardig wat. Ah, het is altijd verschillend. Jee, ja tuurlijk. En nou rookt die motor in één keer niet meer. Tuurlijk. Zag je wat idee? Even middelvinger, fuck ja, flikker op. Ja, fucking hell. Ik spring hier wel uit. Ik laat de vliegtuig wel starten ergens, keer. Leuk voor die fucking hele. Ik pak wel deze kutjet, gaat sneller. Alleen ik ben meer dan de helft van mijn armor kwijt. Ja, ik weet, jij stopt toch niet, dus ik kan net goed springen. Oh. Ups, beetje laat dan. Whatever. Ja, I know. Ik zie rond scheuren daar. Althans, ik zag. Wee. Verveling. Ik heb nog gezummer in GTA. GTA is echt tering, zou je horen. Eens kijken of ik dit ga overleven. Ik ben er bang voor. Ja, als je dadelijk een keer boom ziet, weet je genoeg. Of als je een keer ziet, committed suicide. Ik was vergeten dat er twee bruggen waren. Er stond net, u bent betaald voor 6000. Toen ik doodging, nou ik heb geen drol op zaak.
Nee, je krijgt altijd handje contantje met Secure Reserve gezeur. Wat een kutbak. Ramen van 10 keer. Ja, hier kom ik niet meer op. Dan mag je lekker de fucking plompen. Nee, ik zeg plompen. Kutbak. Wat maar raden, jij bent er ongeveer. Stek er toch in, man. Zo, oké. Nou, nu kreeg die cutscene niet te zien. Kom vanzelf wel als kutclub ooit een keer koop. Of het er nut heeft, weet ik ook niet. Mission passed. Ik haat het verkeer. Speel ik maar liever de crew heen. Kom ik even ver mee. Ah, fuck no. Spel heb ik niet voor niks afgediefd. Als ik daaraan moet beginnen, dan ga ik ergens in deel 2 als jij hem ooit gaat halen. Joepie, ruzie. Oh, serieus, vriend? Ik heb ruzie met een fucking gang hier, man. Ja, kom de bute. Ze blijven komen. Het is net onkruid, man. Je moet even de heli opblazen. Luister. Oh, leuk, het regenen. Oh, hey, kutzien. Het is een watje eerste klas kneus. Ja, maar hij probeert iets te veel populair te wezen. We got the fucking party. Ik zit nog steeds in de cutscene.
Slim. Neusje. Die is de pispaal van de klas. Ja, ja, kom ik even dood rustig binnen als de Terminator een leren strak leer pakkie. Kogelgaten in mijn vlekken. En bloed op mijn vlekken. Eens kijken of ik kan dansen of iets. Jee, ik kan gewoon dansen. Woe! Oké. Het is een soort minigame. Ja, kom. Kut. Oh mijn god, ik lijk wel fucking gay. Ja, ik zal mijn screenshot aan tieven. Hier word je echt niet fucking vrolijk van. Share screen, yo, whatever. Kut. Ja, moet je fucking kieken. Het pakje helpt ook niet, hè? Maar tyfus, hè? Fuck it, geen zin om te dansen. Kan ik iedereen voor de bek slaan? Nee, jammer. Het zou grappig geweest als je een van deze vrouwen kon meepakken en douwen, zoals in de oude GTA's. Want daarentegen vind ik deze GTA wel een beetje... Oh, yes, ja. Een beetje... Fucking Laszlo! Alsjeblieft, laat me van die rand af douwen. Wat kan ik weer zeggen? Oh ja, vergeleken met andere GTA's vind ik deze nogal... gesteriliseerd.
Oh, juist ja! 140.000 voor een fucking drankje! Wat? Ja, zilver, golden, diamond, wat? Ja! Wacht, hij heeft serieus geld voor mij verdiend op deze manier? Nou. Ik mag hopen dat het voor jou gratis is, zo niet tering, hé. Dan ben je blut binnen de kortste keren. Tyfus. Maar ik neem aan dat ze het gewoon kunnen accepteren of weigeren. Waar de fuck is Kate Tony? Ja, maar in de cutscene zag je maar even met een vrouw af weggaan. Oh, niet opgelaten. Oké. Okay. Raar. Hij is opgestart of niet? Dus alles wordt zelf hierheen gebracht. Het zijn geen missies meer. Moet je daarvoor betalen? Huh? You're fucking kidding me. Fuck no, ga weg, een liedje. Oké, dan wordt dus een nachtclub aan het schaffen. Ik was mijn outfit aan het veranderen. Oh, leuk. Pleur jij de waypoint, meneer? Grote kans. Vind prima. Oh, ja. Nou, die poster zit er ook heerlijk. Bij mij niet. Ja? Ik weet het niet. Ik ben online aan het spelen. Oké, vaag. Oké. Ja, nee, ik vond het zeker. Maak mama eens wakker! Hierboven. Oké. Deze doe ik wel. Kun jij scheuren dadelijk? Nee, dat is gewoon hier beneden! Oh ja, natuurlijk, dat is een stuk beton.
Ja. Het werkt. Even kijken, hier zo ergens was het, hè? Ja, kijk, het is hier gewoon beneden. Dat vind ik ook zo vaag. Take a bird anywhere you like. Wat dacht je van die mountain range? Vind ik ook wel leuk. 25-8. Oké. Dork, wat een verrassing. Niet elke auto schept die, ja? Ja, dat vind ik af en toe zo kut met toetsenbord. Want als je dan net één of twee toetsen te veel indrukt, weigert die gewoon compleet. Ik. Bij mij heb ik dat als ik het 3 in toets. Oh, ik? Seriously, Rockstar, hoe fucking smerig kan je wezen? Prolapse. Doen we het zo, degene die rijdt, hangt de poster op. Kunnen we steeds wisselen. Ja, heel fucking simpel. Ja. Daar. Nou, je bent er dan toch? Beukt mij er vast meer. Vraag je iets anders? Heerlijke plekken, ja. Ja, zoiets had ik al door met de trailer. Ik zou niet weten wat de fuck je ermee moet. Een single player gebruik je moet niet. Nee. Want toen ik het spel kocht, dacht ik, oh, dat zal wel voor multiplayer wezen. Nee, single player. Ja, fucking nuttig.
Kijk je wachtdouw daar? Nee. Nou, bij mij zit hij wel half door de muur heen. Waar? Ja, kan het zeggen. Daar is last van. Verwacht je iets anders? Oh! Pff. Ik hoef dadelijk alleen maar om te draaien om een straatje in. Oh, serieus, loopt hij gewoon terug? Ik kon zeggen hierin. Kom je binnen? Hé, hey, we willen post. Pff. Geen post, raptieven. Kut, motortje. Oh. Dus in principe, hij heeft mijn 9 poses opgehangen, maar goed, hij telt hem. Nightclub popularity has increased. En ik ben wel lekker dood en bloeden. Dus ja, doe je 5000. Maar dit is best leuk werk. Je krijgt er niet veel voor, maar het is simpel. Ja. Ik heb nog 600. Nee, ik heb nog 6000 op zak. Zo, het is een beetje rozig, Mies. Het liefst wil ik voor de bek slaan, maar ik hoop maar later. Kan je mij niet gewoon gelijk meesleuren? Oké. Okay. Ah, hey, ik ben gelijk mee naar binnen. Nice. Trouwens, lopen wij eigenlijk niet om? We kunnen niet anders. Dan pakken we vandaan jouw auto, gaan we via de garage, ben je sneller. Rechts, je bedoelt links.
Wow, juist ja. Mies, ik kap ermee, maar wil rijden. Trek je doet rustig in de nachtclub daar.